Hoi, ik heb jullie weer een nieuwe video en dit keer is het weer een review van een box en dit keer is het duty box. De allereerste duty box heb ik afgelopen maand gereviewd en nu ga ik er even een review over geven. Of ik heb hem geunboxed en nu ga ik er een review over geven. Dat is hem. Ik heb de producten hier, ik heb ze getest en gedaan voor jullie en heel vaak vragen zich mensen af waarom ik het eigenlijk review. En dat is eigenlijk meer omdat je de producten los kan kopen natuurlijk. Ik bedoel, zoals dit bijvoorbeeld voor een Rituals. Ja, je kan het gewoon in een Rituals winkel of je kan het zeg maar gewoon krijgen. Let trouwens niet op nagels. Het lijkt mij wel handig om reviews van boxen te blijven doen. En natuurlijk kun je deze box ook gewoon nabestellen. Dus het is wel handig als je dan een beetje weet hoe en wat, lijkt mij. Ik ga gewoon beginnen. Ik begin met iets wat zeker weten verkrijgbaar is. En dit is de Absolute Rose van Catrice. En leuk paletje. Ik hou van de Absolute lijnen. Ik heb ook de Nude en ik heb de Bright hiervan. En nu dus ook de Rose. En ik vind de kleuren hartstikke mooi. Het zijn 5... koele kleuren. Wat dichterbij houden. Koele kleuren. En wat op zich best wel leuk is. Want we hebben het altijd maar over warme kleuren. En warme tinten. En dat soort dingen. Maar eigenlijk zijn koele kleuren ook hartstikke leuk. Ik heb natuurlijk geen oogschaduw op. Maar ik zou bijvoorbeeld deze kleur al kunnen matchen met wat ik aan heb. Ik heb deze heel vaak gebruikt. Ook gewoon om bijvoorbeeld alleen deze kleur of zo te pakken. Of alleen deze kleur. En even snel op te doen. Het is een heerlijk makkelijk palet en zoals we gewend zijn van Catrice is die gewoon heel erg fijn. De kleuren blenden goed en ze blijven goed zitten en dat soort dingen. Als het goed is deze 5 euro. Ja, 5 euro. En natuurlijk gewoon verkrijgen bij de Kruidvat. Dan ga ik over met Rituals. En Rituals is gewoon te verkrijgen in de Rituals shops. Of online, of waar je Rituals ook maar kan vinden. De V&D heeft bijvoorbeeld ook Rituals. Dit is de Miracle Scrub voor je handen. Ik ben iemand die natuurlijk de hele dag door bezig is met dingen in het huis. Veel in het water, noem maar op. En dan is deze echt heel fijn. Ik gebruik hem zo'n 2-3 keer per week. En dan scrub ik mijn handen eventjes. En mijn handen voelen dan zo zijde zacht aan. Echt heel erg fijn. De geur is fantastisch. De geur is fantastisch. En ik ben gek op Rituals. En dit was als het goed is ook een full size. Ja. En deze is 11,50. Op zich vind ik hem wel waard. Ik vind het wel waard. Want hij is echt, echt heel fijn. Ik ga er een beetje snel doorheen trouwens, want anders wordt het weer zo'n hele lange video, hou ik niet zo van. Sweeps, dit was een vochtig verfrissend doekje voor ieder moment van de dag, voor gezicht en lichaam. Ja, deze heb ik meegehad in de warme dagen die er zijn geweest. En ik heb even opgefrist, even de handen opgefrist en even hier wat opgefrist. Ik moet zeggen, best wel lekker. Hij plakt wel een beetje, dat vond ik iets minder. Maar wel heel fijn. Was dit nou een extra? Ja, dit was een extraatje. Maar in ieder geval super, super, super fijn. Dan over tot de Yves Rocher lipstick. Die heb ik nu ook op. En ik moet zeggen, het is echt een hele mooie... Grapje. Een hele mooie, felle, rode kleur. Hij is langhoudend. Dat vind ik echt heel fijn. Hij heeft me ook echt verbaasd. Want ik had echt zoiets van... Ik weet het niet. Maar hij heeft me echt verbaasd. Want hij is... hij was €17,90. En toen dacht ik al van... Oh, dure lipstick. Maar hij is wel echt heel fijn. En hij blijft goed zitten. Hij blijft lang zitten. Hij blijft na een etentje blijft hij goed zitten. Ja, je moet hem dan ietsjes bijwerken. Maar prima. Dus hij is hem zeker waard. En ik ben ook erg benieuwd naar andere kleuren. Dan hebben we de nagellak. Die heb ik nu niet meer op. Maar die heb ik wel opgehad. En de nagellak was 8,90. Voor, wat was het? 30 ml? Oh gosh. Oh, ja, wacht. Nee, 12 ml. 30 ml. Oh,
12 ml. Dit is echt zo'n perfecte rode lak. Hij lakt heel erg fijn. En hij blijft ook goed zitten. Hij was, je moet erop rekenen, ik ben natuurlijk veel bezig met water en zo. Dus bij mij ging hij na 3 dagen chippen. Maar oké. Okay. Het kwastje is niet te dik, niet te dun. De formule is niet te waterig of niet te dik. Dus dat is helemaal prima. Het is gewoon echt een basic, goede rode lak. En dan als laatste de Naobe, denk ik. Extra Rich Cream Nourishing. Dit is een duur dingetje. Die was, even kijken, 50 euro voor 50 ml. Dit is 30 ml, dus 30 euro. En het is dus een extra rijke crème. Ten eerste vind ik de geur echt walgelijk. Ik vind hem echt niet lekker. Maar de crème op zichzelf is echt heel erg fijn. Hij zorgt er inderdaad voor dat de droge plekjes, ik heb hem vooral hier gebruikt en op mijn onderbenen wat. Hij zorgt er echt wel voor dat hij goed rijk is. Hij is inderdaad goed rijk en hij hydrateert daarom ook erg goed. Ik kon niet goed begrijpen of vinden of dit nou ook precies voor je gezicht was. Volgens mij niet. En ik heb hem daarom ook niet op mijn gezicht gebruikt. Want ik vind dat dan weer een beetje, ja, een beetje eng. Ik wil een extra rijke crème op je gezicht. Dat betekent gewoon puistjes. Dus dat heb ik niet gedaan. En volgens mij was die daar ook niet voor bedoeld. Dus dan heb ik het goed gedaan. Ik vond dit op de geur na een erg fijne crème. Zeker wel een aanrader. Ik vind het wel erg prijzig. Dus, dit was de Duty Box. De volgende Duty Box unboxing binnenkort ook. Of die heb je al gezien als deze online is. Ik weet het niet. Ik weet niet wanneer ik deze online gooi. En als je het leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. Dat zou ik ook heel erg leuk vinden. En vergeet je niet te abonneren. Ik heb de 3000 abonnees behaald. Oké. Ik bedank je voor het kijken. En ik zie je heel graag weer terug bij mijn volgende video. Doeg!